Tegenover ons kersverse Nederlands kampioen, Marleen van Hal. Wat is je vakgebied? Nou, 1500 en 3000 op de baan. Dus wat langere afstanden is toch wel mijn ding. En met de cross, ja, dan wordt het alweer een stukje langer, maar dat ligt me wel. Je blinkt natuurlijk uit in het hardlopen en dan met name in het veld. Want op de weg, dat is wat makkelijker als in het veld. Je hebt daar echt je specialiteit van gemaakt. Hoe lang ben je daar al mee bezig? Nou, ik loop al eigenlijk zo lang ik me kan herinneren. Ik begin een beetje met papa mee. En nou, ik vond dat leuk, dus het werd steeds serieuzer. En ik train al vanaf groep 8, dus dat is nu al een jaar of 6, 7. Train ik bij Tony Dirks. En sinds toen is het echt heel serieus geworden. En ik heb ieder jaar eigenlijk mijn trainingen met 1 of 2 erbij opgebouwd. En ja, ik ben nu toch eigenlijk wel serieus bezig. Tony heeft je naar een bepaald punt gebracht waarvan je zelf niet had gedacht dat je daar kon komen? Nou, toen ik bij Tony kwam, toen won ik ook al aardig wat wedstrijdjes. En het is natuurlijk wel zo dat ieder jaar dat je ouder wordt, wordt het moeilijker. Want er moet natuurlijk harder gelopen worden. Maar ik ben er eigenlijk altijd wel van uitgegaan. En ik heb de lat altijd hoog gehouden dat ik gewoon ook bleef winnen. En er is even inderdaad een dipje geweest. Maar ik draai nu weer zeker bovenaan mee. Dus. Je houdt de lat inderdaad erg hoog. Met name alle respect voor je leeftijd en dan zoveel trainen. Hoe oud ben je nu? 17. En hoeveel uur train je in de week? Uren weet ik niet, maar ik train iedere dag sowieso en vaak ook nog 2 keer. Dus. Op dit moment werk je toe naar een nieuw Nederlands kampioenschap. Dat vindt aankomend weekend plaats. Waar ga je voor? Ja, ik wil natuurlijk met de gouden plak terugkomen. Dus daar ga ik voor. Hoe heb je daar naartoe gewerkt in je trainingen? Ja, we zijn wel. Dus de periodisering is wel echt gericht geweest op dit NK. Dit is echt het hoofddoel geweest. Tegelijk heb ik het NK Indoor er ook wel heel sterk in meegenomen. Maar met dit NK moet ik echt harder aan de bak. Dus daar is de periodisering eigenlijk op gericht geweest. Ik heb gewoon de hele winter hard getraind. En dan nu heb ik dan mijn laatste week eigenlijk. Dus nu even fit worden. En dan kijken waar het schip stond. Hoe bereid je je daarop voor? Want aankomend weekend wordt het inderdaad wat zwaarder. De concurrentie is groot. Hoe bereid je je daar mentaal op voor? Want lichamelijk kun je dan wel helemaal in orde zijn en fit. Maar hoe doe je dat mentaal? Nou, ik heb zelf het gevoel dat ik wel sowieso mentaal een stuk sterker ben geworden. Lichamelijk ook. Maar als het dan in je kop niet goed zit, ja, dan komt de prestatie er nog niet uit. En zelf ben ik mentaal echt sterker geworden en merk ik eigenlijk vooral eraan dat ik echt zin heb in een wedstrijd. Ik heb zin om hard te lopen, ik heb zin om me te gaan meten met meisjes van mijn niveau. En ja, voorheen zag ik er heel erg tegenop, was ik zenuwachtig. Dacht ik zelfs wel eens voor de wedstrijd heel stiekem van laat ik nou maar op het dak stappen dat ik mijn voet breek, dan hoef ik niet te lopen. En dan als dat zou gebeuren zou je het natuurlijk verschrikkelijk vinden, want je wilt zo, ja, dan stort heel je wereld in. Maar op dat moment dan zie je er zo tegenop en dan is die druk zo groot en dan zou je het liefst eigenlijk de tijd even vooruit draaien. Nu heb ik echt zin in en ik wil eigenlijk echt alles geven. En ja, begin wedstrijd ook, daar begin ik ook echt weer van te genieten. Dus daaraan voel ik wel dat het in mijn kop ook weer goed zit. Er is toch wat veranderd. Je geeft inderdaad aan, kon ik maar op een tak stappen en brak ik maar mijn voet. Heb je ooit echt de flinke blessures gehad dat je een tijdje uit de running geweest bent? Nee. Dat is wel een van mijn sterkere punten, denk ik. Ik ben eigenlijk nooit geblesseerd. Ik heb nooit ergens last van. Sla ik nooit de training over. Ik heb nooit ergens last van eigenlijk. Nou, dat gaan we zo houden natuurlijk. We kijken even een paar jaar vooruit. Wat is er dan van Marleen van Hal? Ben je dan nog steeds inderdaad actief in deze sport? Nou, dat zeker. Dat zeker. Ik vind het zo leuk. Dat kan ik echt niet missen. Ik wil sowieso tot mijn 30ste echt nog alles ervoor geven. Alles ervoor opzij zetten. Gewoon echt optimaal trainen en veel trainen, want ik vind het gewoon veel te leuk. En daarna dan kan ik eens gaan kijken hoe het dan allemaal daarmee staat. Maar ik wil in ieder geval wel heel veel door blijven trainen. Dus. Heb je nog tijd voor een privéleven? Ja, natuurlijk. Tuurlijk, ja. Dat. Sport is niet alles? Nou, je hebt een week of meer uren, dus. Ja, ik heb zeker nog wel tijd voor andere dingen. Ik doe hartstikke veel leuke dingen. Ik werk veel. En voor mij valt het goed te combineren. Ik merk wel bij sommige anderen in mijn groep, dat moet je voor jezelf gewoon aanvoelen. Maar ik weet wel dat als ik merk dat ik te veel doe, dan is hetgene wat ik ga wegcijferen, is zeker niet sport. Dat staat op 1. Dus. Succes. Dankjewel.